Gooi Pokémon Go maar aan de kant en pak je 3DS maar weer stevig in je knuisjes. Want Pokémon Sun en Moon komen eraan. De games spelen zich af op de tropische eilanden van de Alola-regio. En dat betekent dat je nieuwe Pokémon tegen zult komen, maar ook oude Pokémon komen terug. Alleen dan in een andere vorm om zich aan te passen aan het klimaat. En wees nou eerlijk. Pokémon vangen, dat doe je toch ook liever op een tropisch eiland dan bibberend in de kou op Kijkduin? En ineens staat daar in ons midden Martin, hoofdredacteur Insert Gamer. Martin, als jij een Pokémon zou zijn, welke zou je dan zijn? Ik sluit het zandkasteel, denk ik. Het zandkasteel? Ja. Je weet er alles van? Ik weet echt alles van Pokémon. Vraag maar dingen. Jij bent naar Londen geweest? Ook nog eens. Ja, maar je moest in Japans praten. Ja, dat was heel raar, maar misschien moet je gewoon even kijken. Verwarrend, dit. We zijn op Schiphol en vandaag gaan we naar de Pokémon Company en die gasten zitten in Londen. En ja, sinds ik een klein Martientje was, was ik altijd al fan van de Pokémon serie. En nu mag ik gewoon twee van mijn grote helden ontmoeten. Het zijn Mr. Aomori en Mashuda. En die mag ik gewoon de hand schudden, vragen stellen over Pokémon. En nou, Roy gaat mee, die gaat lekker filmen vandaag. We gaan natuurlijk naar Mr. Mashuda en Aomori. Kunnen we natuurlijk eigenlijk niet met lege handen aankomen? Nee. Moet je iets voor ze meenemen? Maar denk je dat ze gelukkig van worden? Deze? Ja. Ze zijn wel fucking duur, man. 7 euro per klomp. Hartstikke idee. 2 klompen voor mijn grote Pokémon vrienden en natuurlijk een bonnetje, want we gaan wel declareren. Ja, zo zijn we er ook wel weer. Goed, deel 2 van onze reis. We moeten nu een trein pakken volgens mij. We hebben niet heel veel tijd. Over een paar uur moeten we alweer hier op het vliegveld zijn. Dus rennen, vliegen, doen. Eigenlijk best wel makkelijk. Je stapt in, je gaat zitten en je bent er. Het is veel te makkelijk voor ons. Er moet iets fout gaan. Er moet gewoon iets fout gaan. Het ging inderdaad gunstig goed. Onze metro is om onverklaarbare redenen gestopt en we zijn gestrand. Ik weet ook niet waar. Ja, we hebben niet zoveel tijd meer. We zijn ook echt in de middle of fucking nowhere. Ja, ik heb geen idee waar we zijn. Hoppa! Geen metro, maar een Ubertje. Dat werkt ook. Gaan we misschien toch nog redden. Oké, het ritje is nog 8 minuten en over 10 minuten is ons interview. Dus we moeten echt sprinten naar binnen. Dit gaat jouw wereldrecord camera opzetten worden. Oké, we zijn ergens afgedropt en geen idee waar we zijn, maar ik denk dat we in de buurt zijn en we hebben heel erg minuten nog. Pokémon Company, die kant op. Volgens mij een derde plek. We zijn er gewoon, Pokémon Company. Ga je noodtreinvaart de camera opzetten, toch? Hup, 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 hup. Het was even rennen, maar we hebben het gered. Ik ben binnen bij de Pokémon Company en ik moet meteen door naar mijn interview met de producer en de director van Pokémon, Sun and Moon. First question. Pokémon GO が世界的な現象であり、サン&ムーンの開発にそれで行くの余分な圧力の成功を取りますか？そうですね。まずポケモン GO 自体は歩いて移動して、まあ、外で遊ぶ。で、しかもまあポケモンをたくさんこう捕まえていくっていう遊びを中心に作りました。で、サンとムーンっていうのはどちらかというと家でゆっくりとポケモンを育てて戦略的にバトルしていくというような結構遊びのスタイルが遊び方が違うんですね。インスピレーションの源としてのハワイを使用していた特別な理由はありますか？でハワイっていうのはすごくこう太陽が照りつけていたりとか、海の何でしょう夜の海にこう月がこう非常に綺麗に映ったりとか、まあ、そういうなんかすごく自然も豊かですし、人間と自然がすごくこう近くに暮らしているような場所でしたので、いろいろなものを参考にして一つずつ作っていきました。Thank you for this interview. I have some presents for you from Holland. Oh, thank you. Here you go. Thank you. You may open them. かわいい。Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Martin, Pokémon Sun en Moon, voor ik mijn kritische zware erin ga steken, vertel eventjes over deze game. Het is een game van keuzes, want het is Pokémon Sun en Moon. Je moet meteen al die eerste keuze maken, ga ik voor Sun of voor Moon? Wat is het verschil? Verschillende Pokémon die je kan vinden in de game. Ook verschillende Legendary die je weer kan krijgen. Je maakt dus die keuze tussen Sun en Moon. Mm-hmm. Dan maak je meteen weer een keuze. Welke starter Pokémon ga ik nemen als ik begin met spelen? Ik ging voor de uil, want waarom ook niet? En dan ga je spelen en dan kom je in die wereld. Die wereld heet Alola. Het is Hawaii. Het is gewoon Hawaii natuurlijk. Meer Hawaii dan Hawaii zelf. Ja, en je wordt daar gedropt als personage. Je hebt geen idee wat je moet gaan doen. En dan ga je denken, oké, nu gaat een episch
verhaal gaat zich ontrollen, wordt over me heen gegooid. Maar het is gewoon Pokémon. Ja. Wat doe je in Pokémon? Je verzamelt ze allemaal, versla de gymleaders. En dat is ook nu weer wat de spelers ook het mooiste gaan vinden aan deze Pokémon. Ja. Het is de 7e generatie Pokémon en dat betekent dat er heel veel nieuwe zijn. Ja. Alles wat je nu vertelt is heel leuk en aardig. Alleen dit had jij 20 jaar geleden kunnen vertellen. Is dit niet weer gewoon van, oh, we hebben er weer eentje? Nee, dat is het zeker niet. Het is wel helemaal naar 2016 is het gelift. Want eerst zat je altijd vast aan een soort van grid. Het is een RPG en dan loop je in een vast grid, zeg maar. Ja, ja. Nu kan je helemaal 3D vrij in de wereld rondlopen. Het ziet er allemaal natuurlijk veel beter uit. En ook de gameplay is getild naar 2016, de combat maar die er is. Wat is echt inderdaad die gameplay? Wat is daarin veranderd? Nou, bijvoorbeeld, je kan nu ook in een arena met vieren tegen elkaar gaan spelen in de multiplayer. Dus als jij met vier Pokémonnetjes aankomt, ik kom met vier Pokémon aan, Saar komt er met vier aanzetten. En dan kunnen we met z'n allen in die gym kunnen we gaan battelen tegen elkaar. En dat is wat je eigenlijk als klein Simontje eigenlijk altijd al wilde. Gewoon battelen tegen elkaar met de Pokémon die jij hebt gevangen. En dat kan nu allemaal.